Mooi. Ja, we zijn live, hè? Jazeker, we zijn live. We zijn live en hartelijk welkom bij de online droomles. Een paar vaste kijkers zijn er weer aanwezig. Oei. Dat zijn de kritische, zijn dat. Kritische kijkers. Dan moet ik op mijn woorden letten. Ja, welkom bij online droomles. Livestream iedere zondag, laatste zondag van de maand om 3 uur. Vaste prik eigenlijk nu alweer, denk ik, een maand of 4, 5. Ja, daarvoor nu, was het altijd half wanneer we zin hadden. Nu wat regelmatiger inderdaad. Nu is het echt regelmatig. Dus, en ja, noten lezen. Waarschijnlijk hebben er al heel veel mensen al weggezept natuurlijk. Noten lezen echt. Maar ja, het is altijd een lastig onderwerpje altijd bij ons in de drumschool noten lezen. Omdat ik meer van de praktijk ben. Dus heel vaak doe ik gewoon maar stukjes noten en dan een stukje praktijk en dan... Zo spelende wijs, letterlijk spelende wijs leer je bij ons noten lezen. Dus door de hele cursus doe ik eigenlijk een stukje noten lezen. En nu wil ik even een hele livestream alleen maar noten lezen doen. Bij ons bij de instructiepagina vind je ook heel veel informatie over noten lezen. Dus als je nog even wat wilt terugkijken later, dan kan je bij de instructies op online drumles kijken. Oké. ja. Noten lezen. Vroeger speelde ik in een harmonie en speelde ik bariton. De bariton is eigenlijk zo'n koper instrument met een hoorn hierboven. En ik had er misschien een plaatje van moeten maken, maar dan heb je zo vast. En dat is dat. Heb ik 8 jaar gedaan. Tegenwoordig durf ik erover te praten. Dat is het grote verschil. Maar dan moet je dus heel veel noten lezen. Met kruisen, mollen en ik vond het altijd lastig. Het is voor mij nooit makkelijk geweest noten lezen. En toen ging ik drummen en toen ging ik lekker alles aan mijn hoofd doen, want dan hoefde ik geen noten te lezen. Totdat ik bij drumschool Kleuver kwam, bij Hans, en die zei van ja, je gaat gewoon noten lezen. Ja, en ik had echt zien, alles in mijn lijf verzette zich tegen noten lezen. En ik ben toen gaan begrijpen waarom dat nou is. Want je kan dan gewoon veel meer... oefeningen doen. Want je hoeft niet alles meer te onthouden, wat ik daarvoor altijd wel deed. Dus zie het als een vreemde taal. En waar je eigenlijk gewoon heel veel informatie uit haalt. Dan wordt het een stuk makkelijker en interessanter om noten te lezen. Zo was het voor mij. Dus, ik ga het gewoon stap voor stap uitleggen. En heb je vragen, gooi even een comment. Stef zit naast me, die houdt het allemaal in de gaten. En je moet eigenlijk weten, als eerste bij ik ga deze les alleen maar drumnoten doen in een vierkwartsmaat. Nou, wat is een vierkwartsmaat? 4 tellen in een maat. Dus je hebt 4-4 boven elkaar. Zie je vaak aan het begin, sowieso altijd aan het begin van een partij staan. En de bovenste getal is dan 4. Even kijken, heb ik hem? Nou ja, laat maar. 4-4, je kan het wel voorstellen. Bovenste getal zegt hoeveel tellen er in een maat zitten. En 4 natuurlijk, dat is niet zo moeilijk. En dan de onderste 4 zegt, wat duurt dan een tel? Want een tel is betrekkelijk. En die 4 die staat voor kwartnoot. En daar ga ik zo meteen even wat meer over vertellen. Dus dan, ik blijf in de vierkwartsmaat. Wat je hierboven ziet staan, zijn eigenlijk je ziet 5 lijnen. Dat is de notenbalk. En daar zie je allemaal tekens in staan. Neem bijvoorbeeld een klavier van een piano. Iedere toets, wit of zwart, heeft een plek op de notenbalk. dat zijn er echt heel veel. Die hebben wij gelukkig niet. Wij hebben 5 trommels, bekkens en wat zie ik nog meer staan? Hi-hat, open en dicht. Bijvoorbeeld de eerste is de bassdrum. De bas. En dan heb je de tweede noot is de snare. Nou speelde ik net eigenlijk zonder snaren, maar nu... Dus eigenlijk de snare. De derde is de eerste tom. Die zie je helemaal bovenaan. En dan krijg je tweede tom. Floor tom. Nou, die staan ook van hoog naar laag. En dat is ook wel gebruikelijk op de notenbalk. Van hoog naar laag. Bassdrum klinkt laag. En als hulpmiddel is het... Hij staat ook op de grond. En de eerste noot is ook helemaal onderaan. Nou, snare staat in het midden. En dan krijgen we de right, die staat door de bovenste lijn heen.
En bekkens zijn allemaal kruisjes. Dus noten, dat zijn trommels. Dat zijn de eerste 5 noten. En dan krijg je allemaal kruisjes, driehoekjes. En, maar goed, dit is je right. Dan is de bel. Laat ik even een topbeeld pakken, want dan kan je het ook goed zien. Dit is je right. Zo. En dan de bel. Die vind je in het midden van je bekken. En die sla je dan met je schouder van je stok. Dus dit is je tip. Dit is je tip. Dit is de hals van de stok. En dit is je schouder van je stok. En met die schouder van je stok sla je dan plat op je bekken. Dan krijg je echt een belgeluid. Dus dit is je right. En dat is de bel. Bij hoofdstuk 31 gaan we ook een combinatie maken tussen schoudertip, schoudertip. Oké, dus je right en je bel. Dan krijg je de crash. Ik heb er 2. Die klinken lang. Dan krijg je de hi-hat. Vind je onder je voet. Als er een rondje boven staat, dan doe je hem open. En een plusje betekent dat je hem dicht doet. Dus die. Dus deze 2 speel ik nu achter elkaar. Open, dicht. Open, dicht. Open, dicht. Open, dicht. Nou zijn deze bijna hetzelfde. Want die, als je hi-hat voet gebruikt, dan is het gewoon een kruisje op de grond. Dus dan kan je hem bijvoorbeeld. Dat is allemaal hi-hat voet. Dat zijn even de noten. Dus een piano, even een heel klavier. En wij hebben eigenlijk maar, hier houdt het wel een beetje bij op. Je hebt nog een cowbell bijvoorbeeld. Die staat er niet bij. Misschien kom ik er zo op nog een paar. Maar dit is het eigenlijk. Meer noten hoeven niet te onthouden. Dus eigenlijk hebben wij de makkelijkste noten die er zijn. Oké, even over lengtes van noten. Deze noot hierboven, dat is een hele noot. En die duurt 4 tellen. Nou is het een beetje een vaag begrip voor drummer. Is natuurlijk gewoon, ik kan niet. That's it. Ik klap en toen vroeger met bariton, met de piano of met een gitaar is het. Pa, pa. Dan moet je een noot aanhouden. Dus dan heb je een lange noot. Bij ons is het alleen maar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Dus de aanslag is hetzelfde. Alleen wij kunnen de noot niet aanhouden. Dus we moeten wachten. We moeten tellen. Als we weer een stapje sneller gaan. Een halve noot. Noem je dat. Dat is een open noot met een stoktrand. Die vinden wij ook niet zo vaak. Dat is echt voor melodische instrumenten. Dus dan krijg je dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, nou, de trompet zegt pa, pa, pa. In ieder geval, je moet een noot aanhouden. En ik doe. Ik zet hem heel even terug. Nu hoor je me wel. Ik had een nieuw beeld aangemaakt. Maar. Zal ik dat gewoon doen? Of zal ik het er laten? Ja. Nee. Ik wil het wel hebben. Ja, ik wil het hebben. Gewoon audition geluid, toch? Ik zie die RX-18 niet erbij staan. Oh, wel. Kopie.
Staat ben ik heel erbij? Even. Nee. En nu hoor je me wel. Als het goed is. Ik heb iets vertraging. Ja? Ja, nu, ja? Okay, nu horen top, we top, ja. Top. Ik had net een beeld aangemaakt, zodat ik het op een rijtje kan zetten. En ik ben het geluid vergeten eronder te zetten. Oké, gaan we. Ik mag geen fouten maken. Nou, kunnen we door. Okay. Ja, we kunnen door. Ja. Dus, je hebt wat gemist. Je hebt dus hele noot. Die duurt 4 tellen. Ik leg het uit met een sniet. Ga naar de bakker, kopen sniet. Zo'n eentje met nootjes aan de zijkant. Slagroom en cake en fruit erop. En chocolaatje. Die moet er ook op. Het is lekker. Dat is een hele noot. Een hele sniet. Dat is dus de eerste regel. Dus je hebt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Iedere keer die hele sniet. Dan gaan we die sniet door 2 delen. Want ja, ik ben met Stef. Ik moet even doormidden. Krijgt dus 2 halve snieten, 2 halve noten. Maar die sniet, die blijft die maat. En de maat is 4 tellen. Dat is 1. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat is de tweede regel. Maar die eerste 2 krijgen we niet zo vaak te zien bij ons als drummer. Omdat het al lange noten zijn. Meer voor melodie. Dan krijg je... Gaan we weer door 2 delen. En het is eigenlijk gewoon breuken, hè, wat ik doe. Het is gewoon basisschool. Je hebt dan 4 stukken. 4 stukken sniet. In totaal is het zeg maar een maat. En dan ieder stuk is dan 1 tel. 1 sniet. 1, 2, 3, 4. En dan tel je weer opnieuw. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat zijn kwartnoten. Duren 1 tel. Dan... Snij ik hem weer een keer door midden en dan krijg je dus 8 stukken sniet. 8 en 1 achtste deel is ook 1 achtste noot. En 1 achtste noot die duurt een halve tel. Want deze duurt dan 1 tel. En dit is het eigenlijk net zo lang. Net zoveel tijd eigenlijk. En dan gaan we hem tellen als in de cursus als appel, 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 appel. Dus die bovenste kwartnoot, 2, 3, 4, appel, 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 1, 2, 3, 4, appel, 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 appel. Dus kwartnoot, 2, 3, 4, achtste, 1 en 2 en 3 en 4 en. Dus het gaat gewoon 2 keer zo snel. Dan gaan we naar de 16e noten. Die gaan dan weer 2 keer snel. Ik zet hem even zo neer. Want vanaf de kwartnoot ga ik eigenlijk pas praten. Ga je 2 keer zo snel. Dus dit is 8e, 16e. 2 keer zo snel. Wij noemen hem dan in de cursus sinaasappel, 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 sinaasappel. Dus als ik die 2 achter elkaar doe. 8e noten. Appel, sinaasappel. Sinaasappel, sinaasappel, sinaasappel. Nou, je ziet bij de 8e noot zie je 1 streep bovenaan staan. En bij die 16e noten, zijn er dus ook 16 in een maat, zie je 2 strepen staan. Dat is het verschil. Dus eigenlijk hoe zwarter het wordt voor onze ogen, hoe sneller het wordt. Sinaasappel, sinaasappel, sinaasappel. 8e en 16e. Nou, dit is eigenlijk alles wat je moet weten. Vanaf daar ga je het allemaal door elkaar heen gooien. Dus de kwartnoot, de 8e noot en de 16e noot, daar kom je al heel ver mee. Dan heb ik bijvoorbeeld de bosbessen. En daar komt die. Deze. De eerste is een 8e noot. Dat zie je aan die ene streep die erboven staat. En de bessen, dat is eigenlijk die. En als je daar dan een combinatie van maakt, dan heb je dus in 1 tel een 8e noot en 2 16e noten. Dat maakt bij elkaar weer 1 tel. Continu moet je eigenlijk kijken of er wie klopt. Dus dan krijg je dus... Bessen, bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen. Nou, weer even die trompet is het dus... Pa, 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 pa. Die eerste moet je dus aanhouden, aanhouden, aanhouden. Pa,
pa. Nou, dat aanhouden kunnen we niet, dus wij moeten gewoon wachten. Bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen. Dat is, ja, en dan als ik weer ga uitleggen in de cursus, dan is het, ga ik uit van sinaasappel. Dat zijn dus 4 slagen. En dan leg ik hem eigenlijk anders uit. En het is niet helemaal waar wat ik daar doe. Het is allemaal, dan gaat hij weer. Wacht even. Die moet gewoon even lekker weg. Zo. In de cursus leg ik uit van sinaasappel. Dat zijn dus 4 slagen. En dan sla je de tweede over bij bosbessen. Dus, als ik hem even zo doe, dus dit stuk, dan is deze sla je over. Zo leg ik het uit in de cursus, want wij kunnen een noot toch niet aanhouden. Dus dan praat ik over sinaasappel, en dan zit sinaasappel, wordt dan bosbessen. Bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen. Zo leg ik het uit om te kunnen. Maar dat kan ik doen omdat wij de noot niet aan kunnen houden. Dat is die verschil. En als ik weer uitga van de volgende, ga ik de volgende even doen. En als ik als jullie vragen hebben, als ik te snel ga, dan hoor ik het even. Als ik weer uitga van die sinaasappel. En ik ga nu naar mandarijn. Leg ik dus in de cursus uit. Mandarijn. En dan sla je die laatste van sinaasappel sla je over. Dus dan krijg je mandarijn, 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 mandarijn. Aanhouden, mandarijn, mandarijn, mandarijn. Nou, dus ik sla de laatste over. Maar als je nu kijkt wat ik nou in noten doe, dan is dit stukje hetzelfde als die. Dat kan je zien aan die dubbele streep die erboven staat. Dat zijn die 2/16e noten. En dan pak ik eentje van die 8e en dat is dan die. Want die heb 1 streep erboven. Dus zo zit dat een beetje in elkaar. Nou, die bosbessen en die mandarijn, dat gaat allemaal nog. En dan krijg ik nu die kiwi N. En die ziet er wat vager uit. Want dan heb ik eerst 1 streepje. En dan heb ik eerst 2 streepjes, dan 1 streepje en dan weer 2 streepjes. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Kijk, die ene, die eerste, die is hetzelfde als die. 16e noot. En die tweede, die heeft 1 streep. Dus dat is zeg maar die 8e noot. Dus dat is gewoon eentje van die. Dus een 8e noot duurt net zo lang als 2/16e noten. Dus als ik met die kiwi uitleg, is het kiwi. Wie, die duurt net zo lang als de, ik kan hem een beetje zien zo, als die 2. En dan hebben we de laatste, de N, dat is weer een 16e. Dus je krijgt kiwi en 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 kiwi en. Nou, in de cursus leg ik uit. Ga ik uit van sinaasappel, maar dan sla ik dus de derde over, wat ik nu om mijn stok tik. Het klinkt hetzelfde, ik heb het alleen wat sneller uitgelegd. Nou, dat is dus de laatste, de onderste regel. Er wordt een opmerking gemaakt door Robin. Yes. Abrikoos is kiwi geworden. Ja, dat is een goeie. Kan dat gewoon uitwisselen? Robin, je moet niet zo goed opletten. Daar hou ik niet zo van. Ja, klopt. Vroeger was het, deed ik altijd kiwi. En toen dacht ik van kiwi en dat woordje en. Dat ik van dit moet iets anders worden. Toen ging ik die cursus opnieuw maken. Toen dacht ik van nou ja, toen dacht ik abrikoos. Dat klopt wel. Maar als je sneller gaat praten, is het abrikoos. Ik kwam er niet uit. Dus zeker op tempo. Ga ik nu toch weer terug naar wat ik vroeger altijd deed. Is het kiwi en kiwi en kiwi. Dus klopt. De gele stok komt ook nog een keer aan de beurt. Dus dan is die heel die abrikozen weg straks. Maar voor nu is abrikoos hetzelfde als kiwi en. Klopt. Goed opgemerkt. Zeker.
Ik vond die twee altijd wel moeilijk. Tenminste, die twee. Je hebt die kiwi en... Ja. En je hebt bosbessen. Ja. En ik was iemand die eigenlijk... Ja, gewoon niet last natuurlijk. Ja, wie wel, hè? Maar omdat je twee slagen los hebt en één daaraan vast... raakte ik met die twee altijd in de war. Weet je waarom ik dat denk dat dat... Dat het iets, want iedereen heeft daar last van. Oh, ik dacht, nou komt het, nou ga je biechten. Nee. Komt door jou, nee. Nee, ik had vrijdag ook nog een leerling. En die draaide, zeg maar, de bos. We waren een nieuw groepje aan het doen. Bijvoorbeeld Kiwi. En was voor het eerst dat ze dat speelde. En toen opeens zat ze bosbessen te spelen. Dus ik heb er gelijk een paar klappen gegeven. Ik zeg, je moet heel gaan luisteren. Maar, ik zei, maar ik vind dat interessant, want... Kijk, sinaasappel is gewoon om en om. Sinaasappel, sinaasappel. En als je rechtshandig bent, dan sla je wat makkelijker die linkerhand over. Dus bosbessen. En dan kan die rechterhand kan eigenlijk gewoon nog gelijke afstanden blijven spelen. Dus als je op mijn rechterhand let, gaat mijn rechterhand gewoon door. En links slaat er eentje over. Nou, omdat links je zwakke hand is, is dat altijd makkelijker. Bij mandarijn eigenlijk hetzelfde verhaal. Die is ook niet zo moeilijk. Mandarijn. Maar ja, dan zijn de makkelijke oefeningen op. En dan krijg je toch... De derde is dan dat je je rechterhand overslaat. En dat is je sterke hand. Waardoor je linkerhand doorloopt. En dat is... Dat voelt in het begin tegen natuurlijk. Dus je hebt kiwi... En kiwi, en kiwi, en kiwi, en kiwi. Dus als je nu op mijn linkerhand let, dan gaat die gewoon door en rechts slaat er eentje over. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt, denk ik. Dat kan best, ja. Dat is... In één keer bij kiwi vinden mensen het alleen moeilijk. Ik vond het altijd wel moeilijk lezen. Die. Ik weet niet, ja. Terwijl hij ziet er heel anders uit. Ja. Als je er echt goed naar kijkt. Maar, ja, klopt. Ja. Normaal staat een streepje, wordt gewoon aan elkaar verbonden. Ja, precies. En nu heeft dat streepje niet aan elkaar verbonden. Dus dan heb je gewoon een half streepje. En dan valt hij ook minder op. Ja, daar lees je een soort van heel snel overheen. Want we hebben ook een keer een boek gehad waar echt gewoon bewijzen van alle noten qua punten aan elkaar geschreven staan. Tenminste, zo voelde het dan. Ja, ja. Dat zal wel niet waar zijn. Dat echt alle punten gelijke afstanden hebben, maar dat elke keer het streepje anders is. Dus dat je echt alleen maar die streepjes aan het lezen bent. Ja, je bedoelt dat ze niet gelijke afstanden waren. Ja. En dat ze juist gewoon alleen maar verdeeld waren. Ja, wat wij doen in de notenschrift, zeg maar. Of hierboven, ik weet even niet. Maar wat wij doen in dat notenschrift is natuurlijk ook die plekken van de noten gewoon een gat geven. Waar die rust moet komen. Klopt. Maar er zijn ook schriften waarbij je zegt, nou ja, maakt mij niet uit. Ik zet gewoon alles op elkaar. Het is een goeie. Ik hou al rekening mee dat je een slag overslaat. Dat is ook een beetje de manier van hoe we het uitleggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. We slaan niet iets over. De noot duurt alleen langer. En in principe zou je van deze noot allemaal gelijke afstanden kunnen maken. Of de plek maakt niet uit. Ik bedoel, als ik deze noten hier groot op de wand zou schrijven, is het dan langzamer dan hierboven? Ja, ligt eraan hoe snel je er langs rent natuurlijk. Nee. Het punt wat ik wil maken, het maakt niet uit waar die staat of hoe groot het wordt geschreven. Want soms ook denken van, ja... Staat een maat verder uit elkaar geschreven. Daar haak ik niet heel erg precies aan wat we daarover hebben. Maar dan denken mensen dat het langzamer is of zo. Dus het gaat echt alleen maar om de noten. Niet van hoe groot of hoe ver de noten uit elkaar staan. Daar gaat het niet om. Het gaat echt om hoe de noot eruit ziet. En in dit geval begin je met twee streepjes. En dan heb je één streep. En dan heb je twee streepjes. Dus één streepje is een zestiende. Twee streepjes is een zestiende. Zo. Gaat het? Nee. Twee streepjes is een zestiende. Eén streep is een achtste. Dus dat moet je gewoon even goed weten. Ja, die moet je goed in je oren knopen. Maar
Daar krijg je ook eigenlijk... Ja, ik zie dat nu ik zeg maar het beter kan lezen, zie ik dat heel wiskundig. Het zijn breuken. Ja. En die breuken deel je op. En dan ja, kan je ze in een tijdlijn plaatsen. Maar aan het einde van de rit, als je een 4/4 maat hebt, dan moeten er vier tellen uitkomen. Of 16/16 of 8/8. Of, ja. Nou ja. Ja, maat moet kloppen. Combinatie van alles. Ja, ja. Ja, klopt. Klopt. Ja. En dan scheelt het al, als je het al per tel ziet, weet je? Ja. Het wil niet zeggen, niet alle notenschriften, maar eigenlijk wel, nou, 99% klopt wel. Ja. Wordt het per tel wordt het opgeschreven. Zeker zoals wij het opschrijven, want dat maakt het lezen gewoon veel makkelijker. Ja, maar dan komen we denk ik later, komen we daar nog ja. Ja, dan ga je meer met de rust. Ja, was één vraag even tussendoor. Ja. Seel die zegt, ik ben linkshandig. Ja. Is rechts, links, links dan andersom? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, maar ze zegt erbij, mijn... Kijk hoor, het drumstel eigenlijk... staat rechts, maar hij het wel met links. Ja, dus ze speelt open. Zo. Ja. Zo speel je. Oké, even... Als je rechtshandig... Tenminste, als je het doet zoals ik het doe, speel je het zo. Maar als je linkerhand sterker is, dan kan je het ook omdraaien en dan krijg je dit. En dan kan je kiezen... Dus bijvoorbeeld kan je beginnen met links. Maar je merkt dat het dan lastig is. Maar dan kan je wel gewoon doorspelen. Dus dan zit je niks in de weg. Moet je alleen zorgen dat je hand snel weg is iedere keer. Ja, dan begin je met links. Kan, dus een mogelijkheid. Je kan ook gewoon met rechts beginnen. Sinusstandpositie. Eindig je met links, maar dan wil je met links daarin. Dat gaat dan niet. Dus of je doet dan twee keer rechts aan het einde. En dan ga je daarheen. Of je doet die... ja, je crasht met rechts en dan ga je verder met links. Ik moet even nadenken. Ja, dan crash je met rechts inderdaad. Ja. Wat Erik daar wel over zegt is van... Ja, bij mij komen dan mijn handen wel vaak. Volgens mij heb ik ook geprobeerd. Maar merk dan wel dat af en toe mijn stokken in de weg zitten... als ik als een veel over rechts gaat. Ja, klopt. Wat je ook kan doen is juist aan de andere kant beginnen. Dus sap, pols. En dan wordt het in één keer wel logisch. Wat ik doe in de cursus... Ik wil je gewoon die groepjes leren. Ik wil je de basis leren... En dat kan je natuurlijk rechtsom doen, maar dat kan je ook linksom doen. Dus ja. Linksom. Dan loopt eigenlijk alles soepel door. En dan kom je 9 van de 10 keer kom je er wel mee weg. Maar je hebt wat meer uitzonderingen dan als je het rechtshandig doet. Maar het kan allemaal wel. Ja, het is denk ik... het is heel makkelijk om als rechtshandige drummer te zeggen... Ja, alles moet je oefenen, dus dit kan je ook oefenen. Maar ja. Ja, het is wel... Dat is wel heel op makkelijk. Een gegeven moment moet je wel een keuze maken met wat je doet. Ja. Dus ja, want je programmeert gewoon echt het ritme in. En ook om terug te komen bij dat notenlezen... Ook die ga je toch inprogrammeren, stom gezegd. Ja. Later, als je echt... Nou, die groepjes helemaal... door heb gedaan en je gaat met paradiddels beginnen, ja, dan wordt het misschien iets makkelijker om een andere hand te laten leiden. Maar ook dat kost dan weer, zeg maar, moeite en tijd. Maar ja, in onze cursus geef ik je echt handvatten, bepaalde basistechnieken, zodat iedereen kan leren drummen. Dus als je eenmaal bepaalde dingen hebt geleerd, dan ga je ze naar de hand, ga je ze zelf toepassen. En dan heb je bijvoorbeeld als linkshandige drummer... heb je weer voordelen, want je gaat anders klinken. Want je gaat dingen anders benaderen. Dus je zal altijd anders klinken als dat ik het zou spelen. Je zal bijvoorbeeld een trommel omdraaien, maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want begrijp wel, met die noten, normaal zijn het allemaal toonhoogtes. Maar wij kunnen niet vals spelen. Wij hebben eigenlijk alleen maar met ritmische noten te maken. Dus als je linkshandig bent of rechtshandig en je speelt het net iets anders, dat maakt eigenlijk niet uit, vind ik.
Want wij kunnen niet vals spelen. Ja. Dus je wordt eigenlijk een originele drummer. Misschien heb je wel een voordeel juist. Ja, dat kan inderdaad. Ik bedoel, die drummer van Kensington. Die speelt ook open. En die doet dan fills. En dan doen we met zo'n nummer van hun. En dan zit ik echt te denken, hoe doet hij dat? Maar ik denk, oh ja, hij is links. Dan ga je het heel anders benaderen. Dus dan moet ik weer dingen gaan verzinnen om iets te kunnen spelen wat hij weer doet. Dus ja, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Want daar breek je echt je hoofd over. Ja. Die ga je niet in één keer lezen en spelen. Nee. Dat lijkt je me loopt heel vast. Je moet je gewoon... hoe dan? Ja. Ja, en dan moet je dus als rechtshandige drummer echt gaan inzetten op linkshandig spelen. Ja. Dus ga je ook dingen omdraaien. En... Ja, precies. Dat is wel echt grappig. Dus ja, linkshandig is nog een groot voordeel van linkshandig. En je zou bijvoorbeeld rechts... Als je zou gewoon rechtshandig blijven spelen en je bent linkshandig, dan heb je juist een voordeel. Want ik ben rechts. Ik oefen dus eigenlijk veel meer rechts dan links. Waardoor je altijd ervaart dat je linkerhand altijd zwak blijft. Die blijven altijd een beetje achter, is altijd een beetje tutje, frustratie. Maar een linkshandige, die oefent dus alles met rechts. Maar zijn sterke hand, ja... Je hebt eigenlijk niet zoveel oefening nodig. Dus je traint continu je zwakke hand. Waardoor je eigenlijk juist een voorsprong hebt. Want als je gewoon een single stroke speelt bijvoorbeeld. En je kan met je rechterhand 100 slagen spelen. En met je linkerhand 80. Hoe snel kan je dan spelen? Nou, jij weet het antwoord. Ik heb niet eens geluisterd. Oh. Ja, ik hoop dat je 80 zei. Want ja, je bent zo snel als de zwakste hand in dit geval. Ja. Dus dat is... Dat klopt. Ja. Yes. Gaan we door? Ja. Ja. Rusten. We gaan naar de rusten toe. Eindelijk. Hè? Even rust. Even rustig. Rustig. Even kijken. Ik moet deze hebben. Rusten. Oké. Okay. Nou, die vind je vooral in onze bladmuziek, vind je die heel veel. En dat komen wel, de hele rust komen veel voor, want de drummer mag ook wel eens even een maatje wachten dan. En dat is een blokje, en je hebt 5 lijnen, en dan zit, als dit een lijn is, dan zit je blokje eronder. Dat is 4 tellen. 4 tellen rust. En dat denken heel veel leerlingen, rusten, laat maar. Nee, dan moet je juist tellen, want je moet opletten, want... Rusten betekent niet van lekker achterover hangen, maar je moet juist goed tellen, zodat je weer weet wanneer je kan beginnen. Anders heb je natuurlijk een soort van valse start. Dus, dit is 4 tellen rust, de eerste. Dan heb je de tweede, dus een halve rust, maar dan als je zo die lijn hebt, dan zit die op de lijn. Dat is het verschil. Dus je moet het wel even goed kijken. 4 tellen, 2 tellen. Dat is het verschil. De kwart rust, dat is een stuk duidelijker. Dat is gewoon een friemeltje en dat is dan 1 tel. Dus dat is hetzelfde als deze. Zie het als een noten die je niet speelt. Dus dit is een kwart noot en dit is een kwart rust. Dan gaan we naar halve tel rust. Dat zijn achtstes. Een soort zeventje, een beetje een vaag dingetje. En als je dan de 16e hebt, heb je 2 van die dingetjes. Dus de overeenkomst is met die noten is bijvoorbeeld als je achtstes en 16e hebt. Hier heb je zeg maar 1 streep en hier heb je dan 2 strepen. Voor de rest lijken die noten op elkaar. En dat heb je met deze ook. Ben ik eigenlijk gauw klaar mee. Met rusten. Maar ja. Nu hoe je ze moet toepassen, dat is misschien wel belangrijk. Dat is het. Ja, dat maar dat is, dat is altijd, hè. Het is een soort ondergeschoven kindje ook. Die merkte ik ook met leerlingen. Ja, je kijkt eigenlijk niet naar rusten. Nee. Ga maar eens een rust uittellen. Ja, je komt ze minder tegen, dus je kan er ook slechter mee omgaan, zeg maar. Ja, ook in die bladmuziek. Je hoort natuurlijk de muziek. En je wacht gewoon en je kent het nummer op een gegeven moment, dan ga je gewoon spelen. Ja. Maar als je het nummer niet kent, dan zou je toch moeten tellen. Ja, klopt. Ja, stel dat je in een band zit, bij wijze van, en je moet in één keer van bladmuziek dat doen. Nou ja, dat kies je voor natuurlijk. Maar ja.
Nou ja, als je, meestal wordt zo'n maat dus opgedeeld in, nou ja, eerst een blokje, dan een kwart, dan nog een achtste en dan nog 2/16, bewijzen van, hè, ja. Ik zeg maar wat. En daarna krijg je je slagenpas. Ja. Ja, als je het nummer echt goed kent, dan zou je op tijd beginnen. Maar dat is vaak een illusie. Ja. Want ja, ik ken nummers echt goed. Maar er zijn echt wel dingen die je eerst moet gaan tellen voordat je hem echt begrijpt wanneer je nou echt moet beginnen. Ik heb het nog steeds met die bladmuziek die ik dan inspeel. Ja. Nou, dan ken ik dat nummer echt wel goed. Ja. 100.000 keer uitgelegd aan leerlingen. En dan denk ik, nou, dan ken je hem toch. Maar dan luister ik mezelf terug en dan is het gewoon net niet op tijd. Nou, dat kan gewoon niet. Ja, je moet gewoon intellen. Dus ik zit altijd, ga maar opletten met die bladmuziek. Of ik zit met mijn hiel mee te tikken voor mezelf. Niemand hoort wat, maar dat is gewoon puur voor mezelf. Dan tel ik. Of ik doe het met die hi-hat gewoon, dat je hem wel hoort. Maar ik ben altijd bezig aan tellen. En dan tel ik dus de rusten. En dan kan je wel gewoon op tijd dingen spelen. Nou, want die rusten tellen, dat geeft je ook informatie over welke hand je dus moet gaan beginnen. Met bepaalde patronen. Ja, klopt. Als je een voorslag hebt, doe je die met links en dan crash je met rechts. Of voor linkshandig andersom. Dat wist jij of niet? Wat zeg jij? Dat wist jij of niet? Tuurlijk. Ja. Ja, ik ben helderziend. Precies dit voorbeeld. Nou, ga verder. Oké. Goeie brug ook. Maar we weten dus nu, waar Stef het over had, zeg maar, je hebt rusten en dan mag je pas spelen. Dit is een 16e rust. Dus die duurt net zo lang als ba, of na al nu, maakt niet uit. Dus het is eigenlijk de eerste sla je dus over. Want hoe moet je dat anders duidelijk maken als je de eerste niet mag spelen? Je kan niet met een 16e noot beginnen of met een achtste noot. Of, want dat betekent dat je dan moet beginnen. Dus je hebt een rust, dan speel je niet. En dan krijg je de ba, is hetzelfde als dat ik zeg van si nas appel. Sla je de eerste over, nas appel. Nas appel, nas appel, nas appel. In dit geval noem ik het en bananen, en bananen, en bananen, en bananen. Dus, dat en, dus je telt hem wel, echt in je hoofd, in jezelf. En bananen, en bananen, en bananen, en bananen. Nou denk je van, nou dan kan ik toch ook net zo goed met rechts beginnen. Nou, dat kan, maar vaak staat er nog weer wat achter. En als je dan de vaste handzetting aanhoudt van sinaasappel, dus je begint gewoon met rechts, sinaasappel. Maar als je die hand dan overslaat, als je daar een rust hebt, dan sla je die hand over. Dus daarom begin ik met ba, met links. En bananen, en bananen. En als je rechtshandig bent, dan is dat vreemd. Maar sowieso is het vreemd omdat je op de tel iets overslaat. Maar we willen het liefst allemaal op de tel altijd iets spelen. We werken altijd naar de tel toe. De tel is heel belangrijk, want dat is zeg maar ook hetgene waar je zeg maar op danst. Tenminste, al zou ik dansen, dan zou ik dat op de 1 doen. Ik ben niet zo'n danser. Dus je hebt 16e sinaasappel, die kennen we. En dan heb je en bananen. Dan speel je dus de laatste 3. Dan heb ik, als je uitgaat van en bananen en je speelt alleen de middelste 2, krijg je dus en banaan. En bananen, en banaan, 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 en banaan. Maar hoe zit het nou met die noten? Dit is een 16e. Rust. Dan heb je een ba is een 16e noot. 2 streepjes. Dus wat ik nu heb aangegeven, dat is dus een halve tel. En dan heb je naam, dat is weer een achtste noot. Van appel. Dus 2/16 en een achtste maakt totaal weer 1 tel. En banaan, 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 en banaan. Dat. Dan heb je natuurlijk nog meer keuze.
Tenminste, qua rusten, qua verdelingen, zoals ik het nu heb uitgelegd, dat, daar kan je allerlei variaties mee maken. Maar als ik deze heb, zie ik dus maar twee noten staan, Sinas, en ik zie geen rusten. En in dit geval wil ik dus de eerste twee spelen. Dus ik krijg gewoon een 16e. Zie. Nas is een 8e. Maar dan kom ik wel één tekort. Want C is een 1/16e en een 8e zijn zeg maar dus net zo lang als 2/16e. Maar er staat een punt achter. Puntje. Die punt. Die punt die zegt, die vind ik altijd lastig, de helft van die waarde van die noot, die komt erbij. Dus Nas is een 8e noot. Die duurt net zo lang als 2/16e noten. Nou, de helft van Nas is dus 1/16e noot. Snap je nog? Dus hoe lang duurt Nas dan? 2/16e plus nog een 16e. Dus die duurt 3/16e. Ja, dit begint echt te veel breuken te lijken. Ja. Tenminste, op wiskunde. Wordt het altijd, hier wordt het altijd lastig. Dit is echt een breukending. Ja. Ja. Dus laat even weten of je het snapt. anders gaat de trucendoos open en dan ga ik op een andere manier uitleggen. Maar dus wat er gebeurt. Je hebt een 16e noot. Dan heb je een 8e noot. Dus deze bij elkaar, zeg maar, wat ik nu zonder die punt even, is zeg maar al drie kwartel. 16e en 2/8. Nou, die punt zegt, de helft van Nas komt erbij, dat is weer een 16e. Dus dan is hij op die manier is die compleet. Dus als ik hem in met noten zou uitleggen, is het Si Nas, Si, Si Nas, Si Nas, Si Nas, appel, Si Nas, appel, Si Nas, appel, Si Nas, Si Nas, Si Nas, Si Nas, Si Nas, appel, 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 Si Nas, appel. Ja, wat ik daar altijd moeilijk bij vond, is dat je. Je hebt een nootwaarde, je doet hem keer anderhalf. Ja. Zeg maar. Ja. Dus je hebt eigenlijk van 16e dan, in dit geval, je hebt drie plekken die je moet vullen. Maar de eerste is je slag. Ja. En dan als je dus verkeerd onthoudt, dan sla je in je hoofd de eerste over en dan tel je er maar twee en dan heb je eigenlijk een 8e. Snap je wat ik bedoel? Dus dan, ja. Je moet natuurlijk die drie bij elkaar nemen en dat maakt de 3. En, ja. En ik wilde in mijn hoofd dan wel eens de eerste ervan afhalen. Je vergeet dan de aanslag. Ja, je vergeet de aanslag. Ja. En dat is ook zoiets. Is eigenlijk al soort 1/16e, maar dat is ook al maar een tijdsaanduiding. Maar dat klopt eigenlijk ook al niet natuurlijk. Want, ja. Ja, nee, ja, die hoort daarbij. Die hoort daarbij, ja. Dat is je daarbij. Begin van je noot. Ja, precies. En die punt, die werkt dus ook voor andere nootwaardes. Dus in dit geval hebben we een 8e met een punt, maar een kwart met een punt, ja, bestaat ook. Ja. Of een hele noot met een punt. Maar die wordt dan. Met de rusten zie je het, ja, bij ons veel. Wat, bij noten zie je het eigenlijk niet zo vaak. Want dit kan je ook neerzetten met een 16e noot, 8e noot en dan bijvoorbeeld gewoon een 16e rust. Kan ook. Zie je niet zoveel, maar het kan wel. Dan komt die ook op hetzelfde neer. Maar bij bijvoorbeeld rusten, ik heb ze niet erbij staan, maar als je bijvoorbeeld deze, neem een halve rust, dat zie je veel. Halve rust is dus twee tellen. Maar al wil je dat het drie tellen zijn, kan je zeggen, maar oké, ik zet er gewoon zo'n kwart rust bij, dan is het 2 + 1. Maar wat je ook kan doen, is die, een blokje, boven de lijn en dan een punt erachter zetten. En die punt die zegt, de helft van die waarde komt erbij. Dus de helft van 2 is 1. 2 + 1. 3. In rusten zie je mij het wel veel. Of bijvoorbeeld, je hebt kwart rust. Punt erachter. Heb je anderhalf tel. Dat soort dingen heb je wel. Ja, Erik die vraagt dan van, ik begrijp het wel, ja, maar ik snap het niet. Nee. Ja, het is natuurlijk een beetje vaag, want die punt staat er wel, maar die hoor je niet.
Waarom dan zo noteren? Alleen om te tellen? Dat punt komt, is, wij komt hebben natuurlijk vanuit die toetsen. Vanuit melodie. Ja. Kijk, ja, dan moet ik even wat uitleggen. Dan pakken we terug, ja. Vroeger, eigenlijk is het zo, als je een beetje ontstaat, zoals ik denk dat het zit, en als het anders is, dan hoor ik het graag. Je had melodisch instrumenten, je had symfonieorkest en blablabla. Dat was allemaal wel met noten. Dat is allemaal wel bekend. Maar ik heb nog de tijd meegemaakt dat je in het orkest, toen ik ging drummen, dan kreeg ik dus een partij en dan stond erbij achtste groove. Nou, toen had ik er zoiets van, er staan bijna geen noten op schrift. Als drummer word je wel verwacht om te improviseren, zeg maar. En een achtste groove, dat zijn dus deze, achtste groove. Deze. Nou, dit zijn achtstes. Achtste groove. Dus daar bedoelden ze mee, dan stond er bijvoorbeeld alleen maar kruisjes. Dus 1 en 2 en 3 en 4 en... Nou, en dan had je nog een paar basnoten erbij, want de bassdrum die gaat weer met de bas mee. En dan moest je eigenlijk maar een beetje vogelen van, nou ja, oké, achtste groove. Nou, dan wordt dat dit. En dan was je eigenlijk heel vrij in wat je kon spelen. Later zag je boeken van toetsen met allemaal populaire nummers en gitaar. Had je heel veel muziekboeken. Dan ging ik naar de muziekwinkel in Den Haag, Albertsen. En dan ging ik kijken. Ja, dan wilde ik dat ook. Maar dat was er gewoon helemaal niet. Je had geen drumboeken. En als je die had, dan zat er ook een songtekstlijn bij. En dan had je 4, 5, 6 bladzijdes. Nou, dat werkte gewoon niet. Want je hebt allebei je handen nodig en dan moest je omslaan in het boek. Gaat gewoon niet. Dus dan ging ik kopiëren, plakken. En nou, pruts, pruts, pruts. Maar wat ik wil maken voor melodische instrumenten en vooral voor in een band voor gitaar en toetsen, daar is heel veel bladmuziek te krijgen. En van drums is echt, nou, de laatste 15, 20 jaar is dat eigenlijk pas gekomen. En dat komt ook, denk ik, doordat drums een relatief jong instrument is. Want het drumstel stamt uit de jaren 30. Sinds dat de bassdrumpedaal is uitgevonden, toen gingen ze die bassdrum op de grond neerleggen. Want er kon de drummer twee dingen tegelijk doen. Met snare erbij. Was een beetje de jazz-tijd eigenlijk. Later kreeg je die hi-hat. Was eigenlijk zo'n low dingetje, want dat zat hier. Later hebben ze hem omhoog gedaan. Dus dat is allemaal in de jaren 30 pas ontstaan. Dus ik denk ook daarom dat drums loopt een soort van achter. Dat zou best wel kunnen. Ja, dat denk ik. Dat zeg je altijd. Ja, dat is een beetje mijn beleving eigenlijk. Even kijken hoor. Ja, over dus die noten. Ik denk dat André die zegt als trompet laten horen. Ik denk dat hij nog steeds over die... dat je even een trompet na moet doen. Ja. Om te laten horen hoe die 16e in elkaar staat. Met die punt. Maar... Ja, je kan hem ook bewijzen van met een slag en twee rusten schrijven. Of met een slag en een achtste rust. Maar ja, dat is echt, denk ik, puur omdat het niet gangbaar is in de bestaande instrumenten die er eerder waren. Ja, het is niet echt die notatie. En het leest ook niet lekker. Nee, want je denkt dat het is makkelijker te snappen, denk ik, in eerste instantie. Ja, ja. Omdat wij een noot niet aan kunnen houden. Dus wij accepteren eerder dan die rusten. Ja. Maar het leest voor geen meter, want dan heb je in plaats van twee tekens, bijvoorbeeld met deze, even kijken. Wat over sinus, deze. Hier zou je bijvoorbeeld 2/16 op kunnen schrijven en dan een achtste rust bijvoorbeeld. Ja. Maar daar heb je dus 3 tekens. Of sommige partijen, nou ja, met sommige programma's, dan kan je wel eens iets kopiëren, plakken, zeg maar, en dan... dan komen de noten in 16e, of dit is wat ik met gitaristen wel eens meemaak. Ja. Komen de noten in 16e en dan staan er bijvoorbeeld 4/16 rusten tussen. En dan moet je dus 16e rusten gaan tellen. Ja. Ja, daar is dat hele systeem niet op bedacht. Nee. Het is bedacht om zo kort mogelijk te schrijven met zo min mogelijk inkt, bij wijze van. Precies, ja. Zo min mogelijk noten. Dat is het idee. Het moet zo kort mogelijk en compact mogelijk. Eén toevoeging van Erik is dat... Hij zegt dat hij het pas in 1920 geïntroduceerd is. En de rijdt nog later. Oh, echt? Zegt hij. Ja.
Okay. Dus je kan een discussie starten. Oké. Interessant. Ja. Ik dacht dat het andersom was. Dat het juist de reden was. Je hebt die ride, zeg maar. En als je wel... dat is een ander verhaal natuurlijk. Die Hyatt, die zag je vroeger ook. In de harmonie moest ik op straat lopen. Had je zo'n die grote trom en dan had je hem er bovenop. Oké. Juist. Oh, dan kon je er ook twee doen. Ja, had je dan die grote trom en dan had je die Hyatt, die deed op die bassdrum. Juist, ja. Maar ik weet niet of we het over dezelfde hebben, want... eerst had je hem wel met een pedaal en dan stond hij echt low dingetje. Ik weet niet precies de naam even. En later werd hij pas omhoog gedaan. En toen waren ze volgens mij al zo aan het spelen. Toen kwam die Hyatt omhoog. En later, daarom spelen we met rechts, kruislinks. Want ja. Dat is de enige reden waarom ik denk van waarom kruislinks? Ik drum 32 jaar. Ik vraag me nog af van waarom dit? Waarom zo? Nou, dat komt denk ik daardoor. Denk het ook. Hoopte ik. Ik had dan een reden verzonnen, dacht ik. Maar dat is helemaal niet waar. Helemaal niet waar. Even kijken hoor. Nou ja, volgens mij kunnen we wel door. Ja? Ja. Oké, dan gaan we door. Nu beginnen we dus. Als ik nu de derde en de vierde slag wil spelen van sinaasappel. Dus sinaasappel. Sinaasappel, 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 sinaasappel. Dan schrijf je hem op deze manier op. Dan heb je dus eerst een achtste rust van sinaas. En dan heb je dus, die laatste twee zijn appel. Nou, ik heb hem dus zeg maar vertaald vanuit de bosbessen. Dus bosbessen is bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen. En in die bos, dat was dus een achtste noot. Deze. Dit is dus een achtste noot. En die vervang je dan door een achtste rust. Deze. En dan krijg je dus bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen, bos, bessen, bos. Dat zie je vaak bijvoorbeeld bij je intro's of je hebt een rust gehad. En dan, ik noem maar wat, dan staat dit er even niet bij. En dan heb je de laatste tel, staat bijvoorbeeld dit. Dan moet je met een rust beginnen. Dus je hebt 1, 2 en 3 en 4. 3. Dus 1, 2, 3, 4. Dat noem je dan opmaten, daar vind je het vaak. En doe ik er nog één. Als je de eerste en de laatste wil spelen, dan begin je met een achtste noot met een punt. Eigenlijk hetzelfde verhaal als die waar we net die we net lekker door hebben gezaagd. Achtste met een punt, dat zijn dus 3/16. En dan heb je de laatste, de vierde. Dus je hebt dan de eerste en de laatste. Ja. Dus je hebt sinaasappel, 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 pa, 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 pa. Dus dat. Maar ik heb dan die laatste met de punt. Die vind je wel veel in drumpartijen en zo die we doen. Bladmuziek uitgelegd. Maar echt in de oefeningen, daar vind je hem veel minder. Dus. Ja, ik denk dat ik... Even de basis van noten lezen. Ik zet die nog even klaar. Voor de basis van noten lezen heb ik wel nu een beetje uitgelegd, denk ik. Als er nog vragen zijn. Ik heb geen idee. Paul zegt... Ja? Hallo. Hallo. Nee, Paul die zegt, de vorige vond ik lastig. Weet ik alleen even niet welke hij dan laatste bedoelt. Denk ik. Deze laatste zijn een beetje lastig om te... Misschien als ik hem zeg maar zo doe, en ik zet hem op een rijtje. Die PDF zit ook nog niet in...
PDF kunnen we ook wel even doorsturen. Maar nu, zeg maar, voor de basis zijn deze laatste, die zijn een beetje pittig. Probeer voornamelijk dat je snapt hoe het werkt met... Dit is vooral belangrijk bij ons in de cursus. Voor de beginnende drummer. Dit is zowel de eerste drie kleuren. Dus wit, geel en groen. Daar vind je dit veel. Ook de eerste paar van deze zie je ook wel. Die. Zo, wat je nu ziet. En dan echt de laatste drie. Ja, die zijn lastig. Snap ik. Ja, dat zijn degene die je ook nog niet heel veel... Die kom je sporadisch een keer natuurlijk tegen. Klopt. In een... Die kom je ook niet zoveel tegen, nee. Ja, precies. Echt veel in bladmuziek vind je die. En dan behandel ik hem ook daar. Want dan zie je het voor je en dan is het wat makkelijker om spelende wijs te doen. Ja. Vind ik makkelijker. We zijn nu een uur onderweg. Ja. Je had nog wel, dat vind ik eigenlijk wel leuk om even te laten zien. Je had nog een paar voorbeelden van andere soorten notaties. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat wel... Is goed dat je het zegt. Oh, André gaat er al vandoor. Ja, we zijn ook eigenlijk wel klaar. Maar ik vind dit altijd wel interessant. Omdat er zijn veel ongestructureerdere manieren om ik vind dat wij te schrijven. Maar goed, ja. Ik hou er wel rekening mee dat het goed leesbaar is. En zoals ik zeg maar hier aangeef, deze. Iedere noot heeft een plek op de notenbalk, dus dit. Maar dat kan verschillen. Met als je andere drumpartijen hebt, dan kan het een lijntje verschillen. En dan denk je, ja, Floortom op bezig, wat is het nou eigenlijk? En ik wilde gewoon wat laten zien. Dus je hebt deze. En ik weet niet of dat duidelijk is, anders vergroot ik hem even. Dit zijn bijvoorbeeld toms. Streepje met een rondje eromheen. Ja, je moet even goed kijken. Ik heb hem gescand. Streepje met een rondje eromheen. Dat zijn dan toms. En die staan natuurlijk ook op verschillende hoogtes. Dus dan heb je de eerste tom, tweede tom. In dit geval is het twee keer de eerste tom en één keer de tweede tom. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, deze staat door de middelste lijn heen. En dat is in dit geval het snare. Bij ons staat die eentje hoger tussen die twee lijnen in. En als ik bijvoorbeeld deze laat zien, en dan pakken we gewoon even middelste maat. Die hi-hat is dan wel hetzelfde. En dan die eerste is een crash. Staat al iets hoger als dat wij hem schrijven. Maar de bassdrum staat bijvoorbeeld ook weer iets lager. Deze. Die staat iets lager en deze staat eigenlijk ook iets lager. Dan zoals wij hem opschrijven. En hoe wij hem opschrijven, je hebt heel veel bladmuziek, ook met boeken. En ik heb toch wel ervoor gekozen om de meest voorkomende noten te gebruiken. Waar je het meeste ziet. Maar goed, als je dit ziet, dan kan je wel raden wat de bassdrum en wat de snare is. En dan ga je vanuit daaruit ga je kijken en vergelijken wat de rest is. Maar het is hoe wij het noteren is niet altijd en voor overal. Nog één. Paul die had het nog vond die opmaat moeilijk. Dus ik weet niet of je toevallig een opmaat tegenkomt, dan kan je niet meteen wat dat nou precies is. Ja, hier zie je wel. Ik heb hier bijvoorbeeld iets in de richting. Deze bijvoorbeeld. Waar is mijn schrijfgerij? Deze. Zal ik deze gewoon eens uitleggen? Pak hem even zo. Dan heb je gelijk al die rusten. De eerste. Dit is een halve tel rust. Twee tellen. Twee tellen rust. Dus als 1, 2, dit is 3. Dan komt deze op de 4. Waar die derde pijl staat is een achtste rust. Met een punt. Dan heb je hem gelijk. Dus de derde pijl is zeg maar even, heeft dezelfde waarde als 3/16. En dan heb je hier een 16e noot.
twee vlaggetjes. Als je een losse noot hebt, in 16 heb je twee vlaggetjes. Dus deze noot in het rondje, die komt dan echt op het allerlaatste, zeg maar. Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 1. Daar zit hij. Dus echt op de laatste sinaasappel. Op de laatste 16e. Dus 1, 2, 3, 4. En dan die daarna komt, dat is de crash met de bassdrum. Die zit dan op de 1. Heb ik nog meer opmaten die ik even kan zien? Nee. Even kijken, wat kon ik nog meer? Oh ja, ik wilde even die verschillen van noten. Hier heb je bijvoorbeeld... Dit is de snare, die staat hier ook in het midden. Dit is de crash. Die staat gewoon één lijntje hoger. Dus een soort hulplijntje. En daar doen ze een kruisje doorheen. En dan heb je hier de noten. De toms. Dan is dit die eerste tom. Nou, dat is dezelfde hoogte als ons. Maar dit is bij ons de bassdrum. Maar dat is in deze van de real-time drums. Arjan Oosterhout. En die schrijft daar dat is de floor tom. Want de laatste, dat is dan de bassdrum. Dus dat kan ook een plekje schelen. Ja, daar kwam Erik ook bij inderdaad. Van, er stond ergens een snare. Ja, het staat hier nu op de verkeerde lijn. Maar dat is precies waarom... Het is geen vaste afspraak. Nee, het is geen vaste lijn. Nee. Ja. En dat is wel lachen. André die zegt, wanneer komt die? Komt er ooit een standaard notatie voor drums? Weet je al? Wordt dat nog een keer... Ja, ik hoop dat wij dat hebben. Ik zou niet eens weten waar... Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. Maar ik zou niet eens weten waar de normale instrumenten vastgelegd zijn. Dus, ja, dat heeft met een toonhoogte te maken en dat is gewoon die plek. Ja, maar dat is natuurlijk ook ooit zo gekomen en als standaard gebruikt, zeg maar. Ja. En dan heb je, ja, je hebt verschillende sleutels, maar ja. Ja, oké, okay, maar eigenlijk blijft de toon, klopt. Je hebt een vioolsleutel, ja, dus, een bassleutel of F-sleutel. Bij ons staat er niet van, ja... Maar wij kunnen niet vals spelen. Ik weet niet hoor, maar bijvoorbeeld de bassdrum is de C, weet je wel? Ja. Zo'n soort gedachtegang zou je natuurlijk willen hebben. Ja. Ja, dat staat niet vast. En volgens mij je hebt nu ook MIDI. Ja. Dat houdt ook een bepaalde soort aan, maar ook die is niet standaard. Tenminste, er is een standaard, maar die wordt niet altijd goed nageleefd. En dat maakt al die dingen rondom drums erg lastig. Ja. Ja. Ja, het klopt. Ja, dat is zo. Maar ik vind al, over het algemeen, zie je steeds meer dezelfde soort notatie ontstaan. Nee, bijvoorbeeld de slagwerkkrant. Die heb echt wel die notatie die wij ook hebben. Alleen vind ik bijvoorbeeld die crash onduidelijk. Die heb eigenlijk een beetje die crash zoals die hier staat. Dit is dan die crash. Maar ik vind dat niet duidelijk. Ik vind dat je het heel makkelijk en snel moet lezen. Ja. Dus een kruisje met een rondje eromheen, zoals ik het vroeger al deed. En zoals ik het bij Kleuver ook geleerd heb, was toch... Een kruis met een rondje, dat was crash. En daar heb je ook heel veel boeken van. Dus het is niet raar of zo. Even kijken, had ik hier... Staat er niet bij natuurlijk. Als ik hem zoek, kan ik hem niet vinden. Maar ja, daar kom je heel veel tegen. Dus daarom heb ik... Oh ja, en... maar kruis met een rondje omheen. Hier bijvoorbeeld. Fred Langkamp bijvoorbeeld, die doet... Dit is bij hem... Haai het los. Dus dat... En ik noot iets hoger staat met accent, dat is dan weer een crash. Dus ja. Ja, ik... Ja, wie gaat het zeggen? Wie gaat het zeggen? Wie legt hem vast? Ja, volgens mij moeten wij dat doen. Lijkt me leuk. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, ook laatst was ik bijvoorbeeld met Pretty Fly for a White Guy, met die cowbell. Oh ja. Maar ja, een ruitje. Nou, ik moet het hier vanaf een afstand kunnen lezen. Nou, als ik het vanaf een afstand niet kan lezen, dan vind ik dat het beter moet. Dus dan ben ik gaan zoeken en in plaats van een ruitje heb ik toen gekozen voor een driehoekje. En dan niet een driehoekje punt omhoog, maar ja, ik ben ook een magol ook hoor.
Ja, dan moet dat dan weer perfect, weet je. Want ik wil het gewoon soepel kunnen lezen. Nou ja, je krijgt in ieder geval... André zegt wel, die voor jullie is wel het meest duidelijk. Ja, dus, hè. Je krijgt er vast één schouderklop. Gelukkig, gelukkig. Dat is wel de bedoeling. Ja, precies. Want het lezen is al lastig. En ik weet dat gasten die nou, bijvoorbeeld bij toppers of zo, of die in die bak zitten. En die hebben de tablet, die spelen, pap. Die kunnen alles lezen en spelen. Nou, ik ben niet jaloers aangelegd, maar dat zou ik wel wat kicken vinden, hoor, als je dat kan. Ja. Ja, ik denk dat je dan jaren moet trainen, maar goed. Ja, dat moet je gewoon elke dag doen. Maar ik ken ook niet veel mensen die dat kunnen, hoor. Jij bent ook nooit een studio... niet echt een studiomuzikant geweest. Of iets van, die op die manier podia betreden, zeg maar. Of heel veel van die opdrachten gehad. Ik kan me voorstellen, als je dat veel doet, dan word je daar vanzelf goed dan in. Dan word je daar vanzelf goed in. Ja. Dat is ook de bedoeling. Ja. Gewoon blijven... Ja, is ieder zijn vakgebied, denk ik wel. Ja, klopt. Ik denk dat we mogen afsluiten. Ja? Ja. Is goed. Top. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. en dan als je wil terugkijken bij instructies op onze website, vind je ook over noten lezen, staat ook over drumstel stemmen, staat erin. Maar even kijken, er staan heel veel filmpjes. We hebben natuurlijk de Q&A, waar de korte vragen beantwoord. Er staan geen noten in, maar wel heel veel andere vragen. En ben ik nog wat vergeten? Ja, er zijn nog veel meer noten. We kunnen waarschijnlijk nog, nog 3 uur doorgaan, zeg maar. Ik heb nu alleen maar uitgelegd in 4/4 maten. Ja, dus dan ga je naar 6/8, dan krijg je weer toch ook wel andere uitleg. Sextolen, jazz. Precies, triolen, sextolen, ja. Dat. Maar dit is maar het begin. Dus als je nog dit eerste stuk snapt... Ja. Ja, dit is wel een goede basis. Denk het wel. Voor de meeste pop, rock, kom je heel ver. Voor zoals wij de witte, groene, blauwe stok ook. Eigenlijk zoals de cursus nu is, dan moet je eigenlijk dit wel een beetje kunnen snappen. Ja. Dan kom je in heel eind. En anders leg ik het daar uit, hè. Yes? Ja, oké. Okay. Nou, voor de rest fijn weekend. En even Formule 1 kijken, geloof ik, hè. Want dan zijn we nog op tijd, toch? We zijn er precies voor. Moet je snel rennen. Ik had Max even gebeld. Ik zeg, joh, doe even een uurtje later weer. En was het goed. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende. En duimpje blauw en subscriben vinden we ook leuk. En neem even kijken op online drumles. Want de eerste 2 weken zijn gratis te bekijken als je eigen aanmeldt. Nogmaals, dankjewel. Ja. Stef, bedankt. Geen dank. En ik zie jullie graag de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei!